Zo, we zijn weer op je scherm. Business in Style. Zoals we het zeggen, gasten die het goed doen. Gasten die hosselen. Gasten die mooi werk leveren. En we halen vandaag weer een hele super gast op. En die stapt zo in. Dan zal je hem zien. Wie we vandaag voor jou op ons scherm hebben. What up? What up? Game. Dat mag ik zeggen. Fuck, okay. Hey, alles lekker? Hey, welkom. Ja. In Business in Style Social Media Talk. Voel je vrij? Zeker. Met een rondje. Ja. We trappen die 100, de auto van 0 naar 100. Je bent maar 1,40. Weet je toch? En we trappen allemaal mooi. Ja. We gaan lekker rijden. We gaan een beetje meer te weten komen over jou, wie je bent. Michael Gietel, zeg ik het goed? Ja, nee, Michael. Michael Gietel. En we gaan jou als zoiets aan mijn partners mee. Mingel, drap je hem zo weer uit je jaar. Drap je hem zo weer uit je jaar. Ah, boom, 100. Hoe door? Ja, man. Eindelijk in Business in Style, maar actie belief. Ja. Want je tier met je nou wat snel, boy, met je kogere. En nou, hallo, son. Welkom in Business in Style, Social Media Talk, Michael. We kennen je als What Up, What Up. Zo ben je populair geworden. Ja. Vertel een beetje meer. Dat de kijkers van Business zelf, maar ook de overige kijkers, kunnen weten wie is Michael Gietel. Ik ben een jonge ondernemer die al heel lang bezig is met je moet eten. Met die mooie filmpjes gewoon, isabi, met Nyang voor de camera. En dat deed ik gewoon al een tijdje. Mm-hmm. Maar TikTok heeft het echt een hype gegeven. Een hype gegeven, ja. Dus zo ben ik eigenlijk in die branche gekomen. Dat het nu zover is gekomen, dat Ipopi. What up, what up? Nou, een takkie. Maar what up is eigenlijk meer bij jou naar buiten gekomen. Wat, precies wat je zegt. Social media helpt je tegenwoordig heel snel. Als je iemand bereik was aan en TikTok gaat heel snel viraal. Nu sta je langs de Kortaweg, Chitoestraat. Op de hoek, precies daar, Chitoestraat, Kortaweg. Hoe gaat jouw business en sinds wanneer ben je begonnen met het verkopen van worst? Ik ben al zeker, we gaan op naar de 7e jaar nu. Zo. Chitoestraat, Kortaweg nog steeds? Ja. Altijd daar? Ja, het was altijd op de hoek. Uh-huh. Het was eerst bij die Chinese winkel, dan mijn Kenki Pos, ben ik aan de overkant komen staan en dan weer aan de overkant. Oh, dus je bent zo kapresie. Een juiste ligging. En een tijdje was ik ook thuis. Uh-huh. Ik verkocht ook worsten helemaal gewoon thuis. Oké. Dus, die mi Sanina Osso, ben ik dan weer op de hoek gegaan, omdat ik minder koopkracht had. Ja, achter toch? Het ligt een beetje ver naar achter. Klop. Dus dan ben ik daar weer op de hoek gegaan. En sinds die tijd? Amaiko? Ja. Uh-huh. En een hype voor Award op. Dat na Moro Uri. Oké, mooi. Ik denk dat je genoeg klanten hebt. Ja, tot nu. En de business loopt goed. Ja. Mooi zo. Ja, ik mag niet klagen. Uitbreidingen voor Michael Gietel. What up? Okay. Ja, what up? Ja, Michael, ik kan ook geen kanaal. Vooruitstrevingen voor jou als jonge ondernemer. Zoals ik het ook altijd zeg, we gaan het ook even zeggen. Ik doe op je stoers aan helaas. Ja. Je bent gekomen. Ja. Ik bied die verontschuldigingen zeker aan. En met takken toe in mijn business en staal. Voer me actie mee toe. Hey, je gaat aan mijn takken. Ja. Omdat die man iets heeft gedaan. Dat we brokken op je man direct. Ja, de man om judge. Want iedereen kan in de positie zitten waarin jij hebt gezeten. Zeker. En één ding geef ik je wel mee bij deze. Je bent een figuur aan het worden. Zeker. Dus je moet wel drie keer nadenken voor de judge. Ja. Als nou een man is nou populair, kan doe aan zijn nou een man is aan vingen. Maar op het moment dat je populair jouw visie dat qua boeken hangen en zo, moet je er drie, vier keer over nadenken voor je doe aan doen. Tien keer. Goed dat je het weet. Dat is waar. Dus, misreflect content creator, mina mago do alasanto. Nee, dus je moet goed nadenken. Maar bij deze sluiten we het af. Ja, het is voorbij. Het is al voorbij. En je krijgt die power van business. Zeker. Dat is het mooie. Zeker. Daarom ik wil alles nu in style. Helemaal. Je hebt je eigen camera daar. Alles wil ik in style doen. Oké, Jerek, maar mooi zo. Helemaal. Dus nee, toppie, we hebben je opgehaald. Je doet het goed. Je gaat viraal. Maar blijft het daarbij voor Michael Gietel? Blijft het daarbij? Of wil je gaan groeien qua content creator? Waar zit? Of wil je een topworst verkoper worden? Of wil je een ingenieur worden? Wat zijn je doelen in het leven een beetje? Eigenlijk heb ik gewoon plannen om uit te breiden. Zeker misschien 3-4 kasten gewoon extra erbij. En ja, ik wil meer doen voor kinderen. Want ik kijk echt veel kinderen op. Naar je op, ja. Dus
daarmee wil ik eigenlijk meer bereiken. Oké. Dus je wil wel in die, je wil wel in het hosselen blijven. Ja, sowieso, want dat is eigenlijk mijn dagbrood, als ik het zo moet zeggen. Oké, maar heeft Michael ook een andere droom naast je dagbrood? Dat je zegt van, hé, mij loopt mijn dagbrood, het jammer komt op mijn level, maar mij wil gewoon op je level morgen hier. Heb je iets in het vooruitzicht van dat zou je wel willen doen bijvoorbeeld? Of niet? Echt nog niet. Okay. Misschien nog niet. Uh-huh. Maar ik dacht ook al gewoon, mij wil doen bepaalde zaken. Qua, iedereen wil reizen toch? Klopt, zeker. Daarvoor gewoon, doe je het ook, toch? Ik wil gewoon, like, gewoon appartementen hebben gewoon. Ja. Die denkwijze heb ik. Klopt. Dus je wil toch een ondernemer blijven? Ja, ik wil gewoon ondernemer blijven. Je ding zelf doen? Yes. Oké, en dat is mooi. Iedereen, 33.000 views. Ja, dat goed. In omgama 41, in omgama 200 megabari. Dus dadelijk hebben we het moment de 0 naar 100 met deze mooie AMG van MNN Car Center, mijn car dealer. Ja, ja. Die ervoor zorgt dat Business Install zijn gasten perfect en netjes kan ophalen. Ja, man. Je ziet jezelf naar luxe. Ja, luxe. Mooi zo, we hebben ook een camera hierachter. Hey. Dat is een film. Helemaal in style. Hoe reed? Tenminste doen we in style. Ja, alles in style. En we rijden dus nu even naar onze partner MNN Car Center. Zeker. Patron daar in zee. Ja, mijn dus we gaan elkaar wel even. Sowieso. Dus nu op richting MNN Car Center. Yes. We zijn er al, Michael. MNN Car Center. Go go look maar even. Ja, en dan kijk je ook direct naar een paar mooie voertuigen daar. Sowieso. Mooi sowieso. Zo mooi. Wat wie bij mama gaat toch? Ja, man. Zeker. Alleen die website je heel goed. Ja, toch? Ja. Nice. Yes. Ja man. Deze is de mooie wagen naar Emmen. Mooi zo. Ja. Dat is mijn car dealer, MNN Car Center. Deze is de mooie wagen. Big up MN altijd. Ja. Als je deze de mooie wagen, dan weet je het. Hey, Michael. Wat voor boodschap heb je naar de jongeren? Je bent een jonge ondernemer. Wat voor boodschap heb jij naar de jongeren toe een beetje? Om die push te geven. Heeft de man een sapsa die man doet. Je zegt nou een jonge gozer, een jongen. Dan kun je gewoon toe. Wat kan je ze vertellen? Hoe moeten ze het aanpakken? Want vooral de jongere generatie denkt dat alles snel gaat. Nee. Dus heb je toch misreft bij jongen, misreft praktijk is aan de go snel. Ja, maar ja. On the long way dan leer je van nog. Alleen de man zijn bij haast naar haast het ding doen. Ja. Dus wat kan jij meegeven aan de jongere generatie? Ook jouw fans, we gaan even achteruit. Dus het is even een veilig geluidje van de auto dat erachter gaat. Ai, we zijn weer lekker. Wat kan je ze meegeven? Go ahead. Aan de hele generatie. Ja, dus gewoon je doelen gewoon blijven volgen. Je dromen blijven volgen. Mm-hmm. Niks moet je stoppen. Je moet gewoon doorbijten. Gewoon in alles wat je doet. Geen gekke dingen doen. Isabi, het feit dat je iets geks wil doen. Moet je ook denken aan de consequenties. Ja. Dus voordat je iets dom doet en iets geks of iets geks, gewoon denken aan, hé, wat kan er morgen gebeuren? Of wat kunnen de consequenties daarvoor zijn? Ja, klopt, want die kunnen zwaarder zijn dan het hele geval. Sowieso. Ja. En ja, gewoon niet vechten met de tijd. Nee, klopt. Alles op zijn tijd. Ja. Isabi toch? Als je naar school gaat, ga naar school, bereik iets in het leven. Maak iets van jezelf. En ja, als je ziet dat je niet naar school wil gaan, probeer een vak te volgen. Ga werken. Ja, dat is zo kan je meer bereiken. Ja, sowieso. Stap voor stap. Je gaat met niets vechten. Nee, klopt. Michael, we zijn op de juiste plek. Iedereen ready? Iedereen zeker? De snelle, ja. Huh? In 3, 2, 1. En 100. Free. Ja? Love it. What up, gang? Thank you for doing your business in style. In style, always. And thank you very much. And Kogoyama Shusano. Zeker. Mingle. Let's go. Mooi zo. Mooi. Zo, maar voordat we uitstappen, Michael. Dan hebben we nog, als je even kijkt in je deur. Dan je kan hard in tevoorschijn.
Ja. Nou, dat gaan we. En van onze partner, Ramcharan Slijterij Zuid. Je kan hem in je camera laten zien, je hebt je eigen camera. Ja. Krijg je van ons twee levels, twee nieuwe smaken. Dus ik zou zeggen, geniet en laat ons weten achteraf hoe die smaken, sowieso, cocktail. Sowieso. En van onze andere partner, Yashawiri, alweer een kot, mooi netjes. Ja. De Secret Kot is een nieuwe VIP behandeling. Okay. Ja, een VIP. Ja, man. Ik ga iedere keer je bar yoga. Jorgen, okay. VIP, met zijn stempel, 3 maanden geldig, alsjeblieft. Oké. Okay. Yesheng. Is een haircut dus. Is een haircut, okay. Bij de mannensalon, de Secret Cut. Ja man, Abu? Lobby. Thank you. Ja man, mooi. Hé, hey, ik weet niet van jou, maar bij eten, mijn player. Hey, misap voor jou. Dadelijk. Werkelijk, misap voor jou. Kook weer.